specifieke periode een enorme hongersnood. En men is opstand gekomen tegen de rijke die destijds Frans spraken. Ook aan het Nederlands Hof sprak men Frans. Het mooiste voorbeeld daarvan is hun leuze. Onze leuze is één draad van macht. En in Nederland is dat, weet je dit? Je met je draad. Dat is echt Nederlands. Het is ook zelfs een Engels Hof met de Franse sprook. Dus eigenlijk moeten we dat met de korrel zout nemen. Die twee, we weten alleen maar van Jan Breijden. Dat hij vlees geleverd heeft gevonden. En dat is alles wat we weten. Waar is Jan Heem, de burgemeester van de stad, die meegeholpen heeft? Niet. De Vlamingen hadden de